Wat als jij de koning zou zijn? De wereld is een aardige puinhoop. Maar stel je nou eens voor dat jij aan de macht bent. Nou, dan zou je toch wel een hele mooie plek van kunnen maken. Als jij gekozen zou worden tot baas van de wereld. Stel je voor wat je allemaal kan doen met die ongelimiteerde macht die je dan zou hebben. Jij zou van de wereld een super utopia kunnen maken. Je zou de armen te eten kunnen geven. De daklozen zouden allemaal een mooi huis krijgen. Je zou de slechterikken aanpakken. En de zwakkeren beschermen. Je zou de hele wereld kunnen redden. En iedereen zou je dankbaar zijn en je op armen dragen. Als jij de macht had, dan zou je de hele wereld rechtvaardig kunnen maken. Nee, dat kan je niet. Je kan het wellicht proberen en je zou het ook oprecht bedoelen. Maar je grote, goede, nobele plannen zullen weldra uiteenspatten. En dan zou je in een tiran veranderen. Niet omdat je dom bent of omdat je een slechterik bent. Maar ook als je intelligent bent en goede bedoelingen hebt. Al je pogingen zullen uitlopen in een totale mislukking. Waarom? Laten we eens kijken naar de volgende voorbeelden. Agendapunt nummer 1. Hulp aan de armen. Stel je voor... Als een koning die zich van goede wil tonen, geef jij graag spulletjes aan de armen en help je degenen die het moeilijk hebben. Dat zou een nobel iets zijn en dat zou de samenleving stukken beter maken, is het niet? Nou nee, en hier is waarom. Ook al is het een koning, een congres of wat dan ook, de overheid schept geen rijkdom. Al het geld dat ze weggeven hebben ze eerst van iemand anders moeten afpakken. Dus als koning, voordat jij iets weg kan geven aan iemand anders, moet je het eerst van een ander afpakken. Maar stel je nou eens voor dat die andere het helemaal niet zo graag weg wil geven aan de koning. Ook al wil hij dat geld gewoon voor zichzelf houden of zelf aan iemand anders geven. Of misschien vindt hij het gewoon geen goed plan, wat de reden ook is. Als hij om wat voor reden dan ook jouw plan niet wil steunen, financieel, wat ga je eraan doen? Als koning vraag je niet op een aardige manier. Iedereen kan dat doen, maar niet iedereen hoeft dan met je mee te werken. Maar als koning kan je iedereen commanderen om jouw ideeën financieel te steunen. En jouw commando's, als ze meer zijn dan suggesties, zullen hard gemaakt worden met de dreiging van straf aan alle mensen die jouw commando's niet opvolgen. Mocht een of andere boer jou niet vertrouwen met dat geld, of misschien heeft hij dat geld gewoon niet, of misschien wil hij het gewoon zelf houden... Ja, wat ga je er dan aan doen? Laat je het gewoon maar gaan? Nee, niet als je geen macht wil hebben. Als jouw onderdanen jou gewoon kunnen negeren, zonder daarvoor consequenties te ondergaan, dan heb je gewoon geen macht. Dus de boer die jouw plannen niet wil steunen, die moet gestraft worden. Er wordt een voorbeeld gesteld. Nu ben je niet alleen meer de goedhartige koning die spulletjes weggeeft. Je bent nu ook mensen aan het pijnigen die niet met jouw plannen mee willen doen. Of je hem nu executeert, in de gevangenis gooit, zijn huis platbrandt of wat dan ook. Jij doet hem kwaad omdat hij zijn geld niet aan je wilde geven om je plannen te steunen. Plotseling is koning zijn niet alleen meer goedhartig zijn en liefdadig doen. Het is niet alleen meer geven en helpen. Het heeft opeens te maken met controle uitoefenen en straffen. Het heeft opeens te maken met dreigen en mensen kwaad doen. Agenda punt nummer 2. Het hogere doel dienen. Opeens lijkt het je een goed idee om openbare scholen neer te zetten, zodat je onderdanen ook nog eens wat kunnen leren. En je bouwt een grote bibliotheek en je zet overal parken neer. En ook nog museums en dierentuinen en een goed wegennet. En ziekenhuizen en allemaal dingen die in het belang van de gemeenschap zijn. En de mensen zullen van je houden omdat jij zo attent bent en zo goed doordacht en zo wel overwogen. Maar opnieuw de vraag, hoe ga je hiervoor betalen? Koningen krijgen hun kastelen niet zomaar doordat ze hard werken. Nee, ze krijgen dat omdat ze belasting eisen van hun onderdanen. Elke cent die je uitgeeft, ook al is het voor jezelf of voor alle publieke voorzieningen, je moet ze eerst afpakken van je onderdanen. In feite... geef je hun helemaal niks. Je geeft gewoon hun geld namens hun uit. Misschien wilden ze het wel op een hele andere manier uitgeven.
Als je iedereen hun eigen geld liet uitgeven, dan had jij helemaal geen macht. En met vriendelijk vragen kom je helemaal nergens. Als iemand nou bijvoorbeeld gewoon een groter huis voor zichzelf wil bouwen, in plaats van meebetalen aan een bibliotheek. Of hij wil gewoon meer grond kopen of wat geld opzij leggen voor de toekomst. In plaats van meebetalen aan een openbare school. En wat ga je daaraan doen? Als je niks doet en hem ermee weg laat gaan, dan is al je macht weg. Om koning te blijven moet je al degene straffen die niet jouw agenda willen uitvoeren of eraan mee willen betalen. Dus je betaalt niet alleen de voorzieningen voor de onderdanen met hun eigen geld, in plaats van ze iets te geven wat uit jouw zak komt, maar je dreigt ze ook nog eens om ze in de gevangenis te gooien of hun op een andere manier te straffen, wanneer zij zich verzetten tegen jouw inspanningen om hun geld te verspillen. Je kan misschien luid verkondigen dat het allemaal voor het grote belang is en dat jouw ideeën beter zijn voor het algemene belang. Maar als sommige mensen daar niet eens mee eens zijn, dan zullen we toch nog je legertje op hun af moeten sturen om hun opstand de kop in te drukken. Agenda punt nummer 3. Goede keuzes er doorheen drukken. Oké, je probeerde dus eerst een ruimhartige koning te zijn door de arme spulletjes te geven die jij ingekocht hebt met het geld wat je eerst van hen afgepakt hebt. En dat bleek dus minder nobel en minder leuk te zijn dan je had gedacht. Dus nu probeer je een andere aanpak. Je besluit om je autoriteit te gebruiken om mensen een gezondere levensstijl aan te leren. Zo beveel je iedereen om iedere dag een uur lang gymnastiekoefeningen te doen en om een uitgebalanceerd dieet te eten. De gezondheid van veel van je onderdanen zal dan aanzienlijk vooruit gaan. Dus hoe kunnen ze daarover klagen? Wat is daar verkeerd aan? Nou, wat doe je eraan als iemand ongehoorzaam is? Als een van je onderdanen weigert de groenten op te eten? Wat ga je eraan doen? Vriendelijk vragen? Machthebber zijn heeft niks te maken met mensen dingen vragen. Het heeft te maken met mensen dingen bevelen. En een bevel is geen bevel als er geen consequenties zijn wanneer iemand ongehoorzaam is. Dus de ongehoorzame burger moet gestraft worden. Of je nu wat van zijn geld afpakt en het een boete noemt, of dat je hem in de gevangenis schopt, of dat je hem publiekelijk een paar stokslagen geeft. Linksom of rechtsom zul je hem moeten straffen, simpelweg omdat hij jouw adviezen niet opgevolgd heeft. Of je nu roken verbiedt, het drinken verbiedt, of het gebruik van drugs bestraft, of te veel zoetigheid eten verbiedt. Er moeten duidelijke consequenties zijn wanneer iemand die bevelen weigert op te volgen. Het maakt niet uit hoe goed jij jouw gezondheidsadviezen vindt. Uiteindelijk zul je soldaten moeten afsturen op al degenen die weigeren jouw gezondheidsadviezen op te volgen en ze te straffen. En plotseling ben je niet alleen een behulpzame leider, maar je bent ook nog eens een kwaadaardig stuk tuig. Ook al waren de keuzes die jij aan hun opdrong op zich prima keuzes die de mensen zelf ook wel hadden opgevolgd als ze gewoon een gezonde verstand gebruiken. Plotseling zijn jouw goede intenties in combinatie met de uitoefening van macht daden van geweld geworden. En je slachtoffers, ik bedoel je onderdanen, zullen dit hoogstwaarschijnlijk niet accepteren. En het begint erop te lijken dat ze opstandig worden tegen jouw goedbedoelde agenda. Maar misschien weet je toch nog een manier om jouw macht te gebruiken voor het goede. Agenda punt nummer 4. Het beschermen van de onschuldigen. Stel je nou eens voor dat je in plaats van het opdringen van goede keuzes of het financieren van allerlei publieke voorzieningen, dat je besluit om terug te gaan naar de basis, namelijk dat je de goede mensen gaat beschermen tegen de slechterikken in jouw koninkrijk, wat in dit geval de hele wereld is. Nou, daar kan toch niks mis mee zijn. Als er één manier is om jouw macht op een goede manier te gebruiken, nou, dan moet het wel zijn om de goede te beschermen tegen de slechterikken. Dus daar ga je de komende tijd aan toewijden, in de volle overtuiging dat je eindelijk van de wereld een betere plek gaat maken, als koning. Maar wederom hebben je onderdanen geen enkele keuze over de manier hoe het gefinancierd gaat worden. Als ze denken dat jouw wetshandhavers
corrupt zijn, of dat jouw systeem niet helemaal goed in orde is, of dat ze vermoeden dat jouw justitieapparaat niet de prijs waard is die ze ervoor betalen, sta jij het hun dan toe om dat ze eruit stappen? Niet als je koning wil blijven. De militairen die je inhuurt, de gevangenissen die je bouwt, het hele oorlogsapparaat wat je opzet, niet al jouw onderdanen zullen het ermee eens zijn. Zeg je dan, ik weet het beter, en sluit je iedereen op die het er niet mee eens is? Dring je hun jouw juridische systeem op? En dwing je hun er vervolgens ook nog voor om ervoor te betalen? Verwacht je dan ook nog dat ze er dankjewel voor zeggen? Om te zeggen dat je het enige wat je doet het beschermen van de mensen is, terwijl je gewapende mannen op hen afstuurt om geld te verzamelen, waarmee je dan vervolgens weer mee financiert, terwijl ze die zogenaamde bescherming van je eigenlijk helemaal niet willen. Dat doet je meer lijken op de maffia dan op de verlosser en de beschermer. Stel je voor dat een van je onderdanen ervoor kiest om zichzelf te beschermen of iemand in te huren die hem beschermt en dus niet voor jou kiest. Sta je het hem dan toe? Of blijf je die persoon dwingen om mee te betalen aan jouw veiligheids- en rechtssysteem? Als iemand het niet eens is met jouw politie en jouw leger, sta je hem dan toe om niet mee te betalen? Nogmaals, om in zadel te blijven, moet je wel met geweld jouw agenda aan het volk opdringen. Je dwingt hun met dreiging van geweld om mee te betalen aan een apparaat wat zogenaamd bedoeld is om hun te beschermen tegen geweld, tegen boeven, dieven en ander tuig. En dat is meer dan alleen maar ironisch. Het is moeilijk om jezelf nog nobel, rechtvaardig en zelfs eerlijk te voelen, terwijl je op routinebasis agressie pleegt tegen hen in de naam van het zogenaamd beschermen van ze. Agendapunt nummer 5. Blijf gewoon in je kasteel zitten en doe niks. Het lijkt erop dat je nobele pogingen om de wereld te verbeteren niet goed hebben uitgepakt. Je hebt geprobeerd om goede dingen te doen, compassie te tonen en behulpzaam te zijn, maar alles liep uit op bedreiging en op geweld. Want uiteindelijk is dat wat de wet en de overheid is. Dus uit wanhoop besluit je om dan maar helemaal niks te doen. Je laat je onderdanen met rust en je verschuilt je in je kasteel. Maar wacht eens even, hoe heb je voor dit kasteel betaald? Om de bewaking en om al de luxe die je hebt. Zelfs als je het meeste van dat wegdoet, met wat er overblijft, denk je dat onderdanen vrijwillig gaan betalen, terwijl jij op je luie reet zit en hun de realiteit onder ogen moeten zien? Betwijfel het. Als je denkt om een luxe leventje als koning te kunnen slijten, dan moet je je onderdanen alweer gaan dwingen om daarvoor te gaan betalen. Ook al doe je helemaal niks voor je onderdanen, je hebt toch nog een leger nodig en belastingheffers om koning te kunnen blijven. En dan komt nu de clue. En dan komt nu het laatste agendapunt. Eigenlijk datgene waar je mee had moeten beginnen. Toen jij koning werd en in de stoel geplaatst werd waarvanuit je kon bevelen wat er moest gebeuren, had je eigenlijk gewoon nee moeten zeggen. Toen je de mogelijkheid kreeg om je medemensen te besturen en te commanderen, had je het gewoon moeten afwijzen. Als jouw macht wordt gegeven, dan had je er gewoon eigenlijk helemaal niks mee moeten doen. Helemaal niks. Want macht, met bruut geweld, kan de wereld nooit verbeteren. Want autoritair gezag, of het nu via een democratisch gekozen regering is, of via een koning, of een republiek met een constitutie, kan de maatschappij nooit verbeteren. Waarom niet? Want al deze macht is van nature niets meer dan de mogelijkheid om mensen pijn te doen en te bedreigen. En wat je intenties ook mogen zijn, je kan de samenleving niet verbeteren. Je kan geen vreedzame wereld opbouwen door mensen te bedreigen en ze te pijnigen. Is dat niet overduidelijk? Helaas is bijna iedereen gevallen voor dit krankzinnige idee dat de mensheid nog meer moreel gemaakt kan worden en nog meer beschaafd door een paar mensen te pakken en ze permissie te geven om de mensheid te pijnigen en te bedreigen en met geweld gezag uit te laten oefenen over alle anderen.
Zo'n idee is toch idioot? Hoe populair het idee ook mogen zijn en hoeveel retoriek en excuses je er ook bovenop zou gooien. Je kan heel lang doorgaan over constituties, over verkiezingen, het democratisch proces, etc., etc., etc. Maar dat verandert de realiteit niet. En iedereen die na 5 minuten zit en objectief nadenkt over deze zaken, zal doorhebben dat de realiteit van de situatie als volgt is. Autoritair gezag, in wat voor vorm dan ook, ongeacht het doel of de motieven, is niets meer dan de toevoeging van nog meer immoreel geweld in de samenleving. Het maakt niet uit hoeveel mooie pakken en mooie hoofddeksels, bombastische bouwwerken en pompeuze rituelen en ceremonies je ook gebruikt. Of het nou komt van de koning die jij wilde zijn, of van een paar gekozen figuren. Het gezag om te heersen staat altijd lijnrecht tegenover de macht om gewoon mens te zijn. Als je de wereld wil redden, gooi dan die kroon weg. Negeer politiek. Bedreig je buurman niet of val hem niet aan. En beroof hem niet. Maar ga ook niet stemmen op iemand die namens jou je buurman gaat bedreigen, beroven of pijn gaat doen. Doe het gewoon niet. Ook niet namens jezelf of namens mensen die zich machthebber noemen. Dwing mensen niet via politieke wegen om te worden wat jij wil dat ze worden. Dwing ze niet om te gaan financieren wat jij van ze verlangt dat ze gaan financieren. Maar in plaats daarvan behandel je naaste gewoon als iemand die eigenaar is van zichzelf. Want dat is gewoon zo.